Heb je zelf een huisdier? Dit boek gaat over Bob en dat is de hond van meneer en mevrouw Dril. Hij is dus hun huisdier. Het boek is geschreven door Harmen van Straat en het gaat dus over Bob, die ook wel Top Bob genoemd wordt. Nou, denk je misschien dat een huisdier lekker kan relaxen de hele dag, in zijn mand liggen, een hond een beetje op een bot kluiven, maar in het geval van Bob is dat niet waar. Die heeft het namelijk heel erg druk. Je moet goed toneel kunnen spelen als hond. Vrolijk doen, een speurhond zijn en elke dag de postbode de stuipen op het lijf jagen. De vriend zijn die de baasjes nodig hebben, het huis bewaken en nog zoveel meer. Nee, je kunt echt niet alleen maar gewoon hond zijn. Mijn baasjes verwachten heel veel van mij, vooral in de avonden. Als ze moe van hun werk komen, dan willen ze dat ik ze uitlaat. Ja, hij moet dus zijn baasjes uitlaten. De postbode dus stuipen op het lijf jagen. Hij moet ook blaffen als hij een kat ziet. Maar eigenlijk is hij druk bezig met het redden van kleine vogeltjes van deze kat. Totdat er op een dag ook een boef in de buurt komt. Zou Top Bob deze boef weten te pakken?